Er zijn mensen die noemen de heer van Meinerswijk Bertolt van Gent. Maar zo heet hij helemaal niet. De man heet natuurlijk Bartolt van Gent. En hij heeft niet alleen met Meinerswijk te maken, maar vooral ook met de 80-jarige oorlog. En de 80-jarige oorlog is hot, regelmatig, bijvoorbeeld vanavond op tv. Dan presenteert Hans Goedkoop het programma Andere Tijden. Maar dat haalt het niet bij onze presentatie, door niemand minder dan Geert Visser. Geert. Dank u wel. Ja, het is niet Andere Tijden vanavond, maar het is een van de uitzendingen. De 80-jarige oorlog. En ja, toeval. Vanavond gaat het ook over de vrede van Münster. Dus u kunt vanavond controleren of het klopte wat ik u nu ga vertellen. De vrede van Münster, 15 mei 1648, is het begin van Nederland. De geboorte van Nederland. Voor die tijd was het een republiek, maar het werd niet erkend als een soevereine staat. Dus in die zin is dit het begin geweest van Nederland. Bartolt van Gent, een figuur uit deze omgeving. Ik heb er tot nu toe weinig over kunnen lezen, links en rechts. Maar hij was ook nog heer van Meinerswijk. En ik wil u iets vertellen over Münster. Ik wil u iets vertellen over Bartolt van Gent en zijn familie. Ik wil u ook wat vertellen over Meinerswijk. Meinerswijk heeft sowieso mijn aandacht. Maar vooral Meinerswijk ten tijde van de 80-jarige oorlog. Want er is best veel van bekend. U ziet hier linksonder het stadhuis van Münster. Waarschijnlijk zijn er veel van u wel eens in Münster geweest. Dat stadhuis is in de oorlog zwaar verwoest, maar toch weer opgebouwd. Gelukkig hebben de nazi's het interieur veiliggesteld. Dus dat is behouden gebleven. En het stadhuis is een van de weinige monumenten in Münster van voor de oorlog. Interessant om daar eens een keer een bezoek aan te brengen. Kan ik iets doen met een volgende dia? Of moet ik dat... Hoe gaat dat? Ja. Moet ik roepen? Soms lukt het ook wel met dit apparaat. Ja. Als je naar binnen gaat, dan kom je uiteindelijk in de oude raadzaal uit, die nu de Vredezaal heet. En wat onmiddellijk opvalt, dat is het mooie houtwerk, 16e eeuwse houtwerk en die mooie kroonluchten, die smeedhuizen kroonluchten, die zijn allemaal bewaard gebleven. En aan de wand hangen allemaal portretten van belangrijke mensen die hebben onderhandeld of op de achtergrond belangrijk waren voor die vredesonderhandelingen. De Vrede van Münster is een onderdeel van de Vrede van Westfalen. In Europa lag eigenlijk in zijn geheel in oorlog met elkaar. En de Vrede van Westfalen, er waren vredesbesprekingen in Münster. En dat was vooral tussen de Spanjaarden en de Nederlanden. Maar ook in Osnabrück waren vredesbesprekingen. En vooral in Münster en Osnabrück was het toen de tijd een gaan en komen van belangrijke mensen. Die portretten die zijn gemaakt, de meeste zijn gemaakt door Gerard te Borg, een hele bekende Nederlandse schilder, die in 1646, dus 2,5 jaar voordat die vrede echt gesloten werd, meereisde met de Nederlandse gezanten en dacht van hier kan ik wat aan verdienen. Dat waren allemaal welgestelde mensen en hij heeft daar 2,5 jaar gewerkt om uiteindelijk zijn beroemde schilderij te maken. En daar hangen de portretten allemaal. En helemaal links, in die hoek, daar hangen de portretten van de Nederlandse gezanten. Dat waren de 8. We hadden 7 gewesten. Maar Holland, die het belangrijkste was, die mocht de 2 gezanten af laten reizen. In de hoek hangt Bartolt van Gent. U ziet het eronder staan. Bartoldus van Gent, Dominus Minderswijk
En dan ook nog dat hij de gezant was van Gelderland. Mooi portret van Gerard de Borg. Wie was nou Bartolt van Gent? Hij was heer van Meijnerswijk. Hij werd meegestuurd door de Staten-Generaal naar Münster als gezant of ambassadeur van Gelderland. Maar had tevens de functie als voorzitter, als president van de commissie. En dat kwam eigenlijk omdat Gelderland de oudste rechten had. En je ziet hier een mooie prent van hem. En er staat ook op wat eronder staat dat hij heer van Meijnerswijk is. En je ziet hierboven, en dat staat rond zijn portret, een spreuk. Het is niet een lijfspreuk, maar waarschijnlijk een gezegde. Ik heb de vertaling er even bij gezet. Er moet lang geraadpleegd worden hetgeen ineens besloten moet worden. Dat is geen lijfspreuk voor een politicus, denk ik. Want daar kom je niet ver mee. Maar het geeft aan hoe moeilijk het voor Van Gent is geweest om uiteindelijk die vredesbesprekingen tot een goed eind te brengen. Want je had niet alleen te maken met de Spanjaarden, maar ook met je eigen mensen. De Nederlandse ambassadeurs waren tot op het bot verdeeld. Er was een groep die tegen de vredesbesprekingen waren en die dus door wou gaan met de oorlog. En een andere groep die met name de vrede wou. En daar moet je als voorzitter maar proberen iets van te breien. Oké. Wie was Bartolt van Gent? Ik moet even terug. Bartolt van Gent is iemand die gestudeerd heeft in Leiden. Heeft letteren gestudeerd in Leiden. Hij is de zoon van Cornelis van Gent. Die laat ik u dadelijk even zien. Nadat zijn vader overleden was, is hij heer van Meijnerswijk geworden. Want zijn vader was ook heer van Meijnerswijk, zo gaat dat. Hij is in Gelderland reken en raadsman geweest voor Gelre. Dus een hele hoge topfunctie had hij hier in Gelderland. En in die tijd moet hij ook in Arnhem hebben gewoond. En hij is op een gegeven moment toegetreden tot het ridderschap van Nijmegen. Zo gaat dat met in die kringen. Hij is dus een ridder van Nijmegen. Cornelis van Gent, ook iemand die ik graag eventjes wil laten zien. Dat is zijn vader geweest. Die was getrouwd met een dochter van Godert Pannekoek. En op die manier is hij, door dat huwelijk is hij heer van Meijnerswijk geworden. Maar die was ook burggraaf van Nijmegen. Dus dat is wel het bijzonder. Heer van Meijnerswijk was ook burggraaf van Nijmegen. En deze man, daar hebben we nog één dingetje van teruggevonden. Zijn staf, die is bewaard gebleven in het Rijksmuseum. Dat is het enige wat er nog van over is gebleven. Verder valt er nog wel iets meer over deze man te vertellen. Er is een bestand geweest tijdens de 80-jarige oorlog in 1609, van 1609 tot 1621. Eigenlijk een opmaat tot de vrede, is niet gelukt. Maar onder aanvoering van Johan van Oldenbarneveld en een aantal belangrijke mensen die u hier ziet, zijn de vredesbesprekingen geweest in Antwerpen met de Spanjaarden. En dat heeft geleid tot het 12-jarig bestand. Dit is van Oldenbarneveld, die maakt onderdeel uit van het groepje daar. En dit is, dit is van Gent, Cornelis van Gent, het vertrouweling van Johan van Oldenbarneveld. Hij gaf door aan van Oldenbarneveld hoe het zat met de troepen in Gelre, van de Spaanse troepen. Dus hij was eigenlijk een spion, ja, dat zou ze uit kunnen zeggen. Verder. Meijnerswijk heeft heel veel heren van Meijnerswijk gehad. Het is ook heel lang twee heren geweest. De bekendste is misschien wel Maarten van Rossum. Dit is een mooi beeld van hem. Dat is volgens mij een schilderij hier van het museum in Arnhem. En je ziet, als je inzoomt, Maarten van Rossum, heren van Poederooien en de Meijnerswijk. En
Hij had geen kinderen. Uiteindelijk is door zijn erfenis is Meijnerswijk bij de Van Genten terechtgekomen. Hoe zag Meijnerswijk er toen de tijd uit? Je ziet hier een uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer uit 1570. Jacob van Deventer heeft in opdracht van Philips II alle Nederlandse steden in kaart gebracht. Dat had ook een militaire reden natuurlijk. En als je de uitsnede van Meijnerswijk ziet, dan zie je hier ergens een paar plukjes woningen. Dit is de Praats hier. En hier stond het huis van Meijnerswijk. Wat grappig is dat die infrastructuur van Meijnerswijk nu nog steeds aanwezig is. Er is niks aan veranderd. Je hebt hier, voor degenen die er wel eens gelopen hebben, de Meegenhardweg. En dit, de bovenste, is de zogenaamde Sleuteldam, waar je tegenwoordig heel leuk kunt wandelen. Er is niks aan veranderd. Verandert ook niks aan met de bouwerijen die er plaatsvinden. Maar het is toch fantastisch dat eeuwenlang infrastructuur intact blijft. Dat maakt dat gebied ook zo interessant. Andere kaart is een kaart van het Nicolaas Broederschap uit 1655. Die hadden in Meijnerswijk ook heel veel goederen of landerijen. Dat heet, hier staat ook Klaassener's goed. Hè, dat is dus het goed van de Broederschap van Sint-Nicolaas. En op deze kaart is ook wel heel veel te zien. Je ziet in ieder geval Arnhem daar liggen. Ik doe iets verkeerd. Hier zie je Arnhem liggen. De Schipbrug is toen al gemaakt in 1609. 1609, dat is het begin van het 12-jarig bestand. Dat kan geen toeval zijn. En ik denk dat ook Cornelis van Gent, die en burggraaf was van Nijmegen, en de heer van Meijnerswijk daar een bepaalde rol in heeft gespeeld. Hier zie je dus Arnhem liggen. De kaart is een beetje kapot. De Schipbrug en hier de Grift, het kanaal naar Nijmegen. En ik heb de kaart eventjes wat ingezoomd. Als je inzoomt, dan zie je hier het huis Meijnerswijk liggen met het torentje. Op verschillende prenten kom je dit huis nog tegen. En wat ik ook gedaan heb, dat is hier aan de Grift, zie je dat de Grift op een gegeven moment de Bandijk bij Elden moest passeren. Dat was een gevaarlijke situatie, omdat je daar een sluis moest maken om het water te keren. En er moest ook geschut kunnen worden. En in 1744 is dat eigenlijk verkeerd gegaan. Toen is die dijk daar doorbroken. Er is een grote kolk ontstaan. En de Bandijk is er omheen gelegd. Maar vorig jaar hebben in die kolk onderwaterarcheologen restanten teruggevonden van de Eldense sluis. En ik kan u vertellen, twee sluisdeuren staan nog rechtop onder water. Dus een sluisdeur uit 1609. Fantastisch dat we dat teruggevonden hebben. Nog iets meer over die Grift. Die Grift is eigenlijk heel bijzonder. Ik geloof dat ik hem hier heb staan. Die liep dwars door de Betuwe heen. Was een hele belangrijke verbinding, met name voor Nijmegen naar Arnhem en voor Nijmegen via Arnhem naar Amsterdam. Nijmegen had dat meeste plezier van. En naast die Grift had je een jaagpad waar dat paard overheen liep om dat schip te trekken. En je kon in die tijd kon je al 3 keer per dag via een geregelde trekvaart naar Nijmegen en vice versa. Was eigenlijk het eerste openbaar vervoer in Nederland. En de Grift is ook de eerste trekvaart in Nederland. Dus wat dat betreft een heel bijzonder gegeven. Van die trekvaart is bijna niks meer over. In Elden en omgeving kun je nog stukjes terugvinden. We hebben nu die prachtige sluis gevonden. Het is de bedoeling dat we over de hele Grift een keer een mooi boek gaan schrijven. Het is echt een bijzonder object geweest. Als je op die kaart is wel leuk, dan zie je dus de Praat staan en Meijnerswijk. Hier staat Elden. Maar hier zie je ook Loenen staan. En de heren van Meijnerswijk, van Gent, waren heren van Meijnerswijk en Loenen. Dat is dus niet Loenen op de Veluwe, dat stelde geen zak voor. In de Betuwe, dat waren de gronden die rijk waren. In die tijd dan, hè? Heb ik het over. Maar Loenen, dat bestaat nog steeds. Als je daar in die buurt van Oosthout fietst, kom je nog een heel mooi kasteel tegen. Dat heet Kasteel Loenen. In de middeleeuwen heeft daar een mooi
echt een mooi kasteel gestaan. Dan weer terug naar Münster. Dit is het decor van het beroemde schilderij wat Cornelis van Gent heeft gemaakt van de Vrede van Münster. Je ziet hier op de achtergrond dezelfde situatie. Dit is eigenlijk een heel bijzonder schilderij, want je moet gewoon aannemen dat die mensen daar niet dagen hebben gestaan om geschilderd te worden. En toch kloppen die gezichten uitstekend. En dat had alles te maken dat hij voor die tijd 2,5 jaar de tijd had om al die portretten te maken. Dus hij wist precies hoe die mensen eruit zagen. En je ziet hier 77 mensen op. Dat zijn de onderhandelaars van de Spanjaarden en van de Nederlanders. Getuigen. Over dat schilderij valt heel veel te vertellen. Eén ding is ook interessant. De schilder zelf heeft zich ook op het schilderij geportretteerd. Hij denkt, zo'n belangrijk moment, daar moet ik natuurlijk bij zijn. En hij heeft zich op die manier vereeuwigd. Gerard ter Borg. Even inzoomen op het schilderij. Je ziet hier staat Bartolt van Gent als voorzitter van de Nederlandse delegatie. Met zijn vingers omhoog, die legt de eed af. De eed is opgeschreven op dit papier. En je ziet de andere Nederlandse gezanten, zie je ook de vinger opsteken. Dus er zijn er, op dit schilderij zijn er 6 te tellen en er waren er 8. Maar er was er inmiddels al 1 overleden. En de gezant van Zeeland is niet meegegaan, want die was er eigenlijk op tegen. Dus er zijn 6 gezanten geweest die bij de beëdiging van de vrede aanwezig waren. Ook interessant is wat de voorgrond, dat kistje wat je daar ziet. En hier zie je nog meer interessante dingen. En dat is een kistje waar de ratificatie van Philips de Vierde in heeft gezeten. Philips de Vierde was alleenheerser, die kon de ratificatie zelf tekenen. Hij wou ook tevreden toen de tijd. En hij heeft die ratificatie zowel in het Frans als in het Spaans laten uitschrijven. En dat ging vergezeld met een gouden zegel. En die ratificaties die werden vervoerd in dat prachtige kistje wat met een zilver beslag. Hier, met een zilver beslag. En rood fluweel. Dat kistje, dat is er nog steeds. Dat hebben de Nederlanders als geschenk van Philips de Vierde meegekregen. En dat bevindt zich in het Nationaal Archief. En je ziet hierboven de situatie zoals die op het schilderij staat. En dit is dat kistje in het echt. Dan kun je ook zien hoe prachtig dat die Gerard de Borg kon schilderen. Dat is echt fenomenaal. Het schilderij is overigens maar zo groot. 60 bij 40. Het is niet in Nederlandse handen. Het is van het Nationaal. Het is in Engelse handen, maar het is heel lang in bruikleen bij het Rijksarchief. Dit is de ondertekening van het akkoord. Hier staan alle namen van de. Alle namen van de Nederlandse gezanten staan erop met hun zegel. En Bartolt van Gent, die kun je uit, dan zie je de zegel van Bartolt van Gent. En dan zie je ook hoe Bartolt van Gent eigenlijk geschreven moet worden. Want overal waar je kijkt, de ene keer zie je dat Bartolt met een D geschreven wordt en van Gent met DT. Maar hij schreef het met een T, Bartolt, en Gent ook met een T. Dus we moeten aannemen dat dat de juiste schrijfwijze is. Die ter Borg, dat was een commerciële man, die heeft dat schilderij gemaakt eigenlijk om deze prenten te maken toen hij thuis was. Want hoe ga je nou zo'n verhaal, wat zo belangrijk is voor de nieuwe republiek, hoe ga je dat nou publiekelijk maken? En hij heeft het schilderij gebruikt om deze prenten te maken en daar heeft hij zijn geld aan verdiend uiteindelijk. Laten we zeggen, die Vrede van Münster, dat was een enorme opluchting voor dit gebied. Er is daarna ook een enorme bouwwoede in Nederland gekomen.
De Eusebiuskerk heeft bijvoorbeeld toen zijn spets gekregen, om eens wat te noemen. Zoals wij die nog voor de oorlog kenden. Maar er zijn heel veel stadhuizen in Nederland gebouwd daarna. Het huis van Meijnerswijk heeft toen dat torentje gekregen. Pas na die vrede van Münster. Dus 80 jaar is er eigenlijk weinig gebeurd. Er zijn ook nog andere prenten, maar dat zijn prenten van degenen die er niet geweest zijn. En die kloppen vaak niet. Je ziet hier een soort script of een soort stripverhaal. En als je hier de mensen telt die de hand omhoog houden, dus die de eed afleggen van de Nederlandse gezanten, dan tel je de 8. En het waren er maar 6. Dus Trump zou zeggen, dit is nepnieuws. Het huis van Meijnerswijk heeft heel lang zo uitgezien. Dit is een prent van Jan de Beijer uit 1742. Rond 1750 werd het eigendom, Meijnerswijk eigendom van de gemeente. Heeft ongeveer 75 jaar is het in handen geweest van de stad Arnhem. En na die tijd is het weer verkocht omdat Arnhem geld nodig had. Dus we hebben ooit Meijnerswijk in bezit gehad. En nu krijgen we het weer, zogenaamd. Ja, ik ben er bijna door. De laatste heren van Meijnerswijk waren graaf van Ranshof en koning Willem II. En na de dood van koning Willem II in 1849 is heerlijkheid ophouden te bestaan. Toen kwamen de steenfabrieken en toen werd het zo meer het gebied zoals wij dat nu kennen. Er is nog één ding overgebleven van de heerlijkheid. En dan moet je voor naar het Openluchtmuseum. We hebben op 2 plekken in Meijnerswijk zogenaamde jachtpalen gestaan. En één is er gelukkig overgebleven. En die staat op deze plek in het Openluchtmuseum. En daar staat op heerlijkheid Meijnerswijk jachtpalen. En wij hopen dat we 2 replica's weer op de juiste plek terug kunnen zetten. Straks. Dat was het. Dankjewel, Geert Visser. Geert, nog 1 vraag. Dat schilderij is in handen van het Rijksarchief. Betekent dat dat je het... Het schilderij is van de National Gallery. Ik moet even zoeken of dat goed zeg. Ik wil dat in het weekend gaan zien. Waar moet ik zijn? Het Rijksmuseum. Het moet het Rijksmuseum zijn, want er is op het ogenblik een expositie over de 80-jarige oorlog. En daar maakt het deel van uit, dit schilderij. Oké, dat is te doen. Dankjewel, Geert. Het belangrijkste schilderij. Ja, daarom. Nou, je hoeft niet zo te schreeuwen, hoor. Jongen zeg. Je lijkt wel of je boos op me bent. Maar vertel. Jachtpaal precies was. Oh. Een jachtpaal, wat is dat? Een jachtpaal is een grenspaal om aan te geven waar het jachtgebied van de heer van Meijnerswijk begon. Nee, maar ik denk dat er 2 palen waren, 1 aan het begin en aan het eind. Denk je ook niet, Clarien? Dankjewel, Geert. Hier houden we het bij.